Ik ben geboren in Kasbeek. Dat ik geboren. De zesde van de vierde maand 1939. En van mijn 14 jaar ben ik bij april weer 14 jaar. En oktober waren wij naar de bete. En daar heb ik 5 jaar gedaan. Grote en kleine bete. In de Villa Condros. En wij de bete gaan doen. 34 jaar heb ik mijn vader dat gedaan. En dan ging ik werken in Leuken. In Kokeril of Grij ging hij werken. En was een tijd daar voor de nieuwers, moest hij de kanten gaan pikken, maar toen moesten wij niet voor mij gaan. En al dat gedaan was, kwam hij terug naar huis en dan was hij terug naar het fabriek. Hè. Maar dan kampen de bieten weer op, de grote bieten. En dan was mijn moeder het al een bediensukje. Ik zei, ah, yes, ze is onze zak weer aan het gereed maken. Ik zei, het is wel van, nu de biet hoor. Dat was een begin voor 8 weken per stuk. Hè. Want ik ben gekomen, als we van de beter kwamen, hè, dat mijn vingers zo stonden, hè, nu de dingen van het mes. Hè. Ah ja, van altijd te kap ik van een slinkje. Linkshandig. En dat was een stuk hè, van 300-400 meter lang. Hè. Dat is wijd, zie je. En dan ik zei tegen de paard, zei God, jong. Gaat het doen, is Julia, zei hij. Ik zei nee. Zal nog eens een liedje zingen, zei hij. En die begon dan gewoon te zingen. En het was op in een donderdagavond. En het was op in een donderdagnacht. Zat zij op haar minnaar te wachten die al lang vertrokken was. Zat zij op haar minnaar te wachten die al lang vertrokken was. Ze smeden stroop en dan staken ze dat in dikke zakken of builen. En dan werd dat in het bed gelegd en dat was dikwijls hoog dat ze moesten een stoel gebruiken voor in een bed te geraken. En als oorkussen hadden ze havergraan, dat was licht en daar sliepen ze op. En dat werd dan al een keer gebruikt als ze bijkomende van binnen hadden, maakten ze zo'n matrassen klaar. Voor die ook op te slapen. En dat moest dan regelmatig vernieuwd worden, want dat strooi dat zakt. Als je daar een paar dagen in ligt, dan wordt dat platter en platter. En dat wordt minstens 1 keer per jaar vernieuwd. Dus de knechten en zo zullen ook wel op stro geslapen hebben. Maar de mensen zelf, ik denk dat die al wol hadden. Hè. Ja. Wollen. De mensen gingen bij de boeren, moesten gaan werken aan. Als kost krijgen ze een stukje grond. Om zelf te bewerken. Om zelf te bewerken. En zo kwamen ze aan dat stro. En dan. Zondags werkten ze, gingen ze die gratis dan verwerken. Dan kregen ze een witte boterham. Hè. En daar vochten ze voor te kunnen gaan met te werken. Dat was dan een lekkernij. Dat was een lekkernij dan. Hè. Ik had een tante, die had 's morgens al het grijsbrood. Maar 's namiddags witbrood. Moest er iemand binnenkomen, dan had ze witbrood. En grijsbrood, dat was zo precies voor de mindere klasse. En dat hadden ze dat 's morgens als niemand dat niet zag. Ja, ik zit dan aan de kerkgebouwen in de huis. En als ik 2 jaar was, dat was nog mijn grootouders en mijn tante en onkel die er nog woonden. Maar toen was er een haar in de buiten gekomen en toen zijn we verhuisd. En toen kwam dat hier te koop. Ja. En toen hebben we dat gekocht in 1922. Want ik heb mee mijn plechtige communie gedaan. En die hadden, dat kwam mee te koop. En
Mijn vader ging naar de notaris en zei, het is spijtig, het is juist verkocht. Dat hij raammakers van huwelijden gekocht. En mijn vader ging door rijden dan, ja. Ja, maar het is leeg, het is, je mag direct erin gaan. Toen hebben we direct in mijn gewoon en jullie mag blijven zo lang als je wilt. Maar moest ik van de heuvel, dat was een jongman. Maar dan moesten wij hem mee binnennemen. En dan hebben we die in 32 geleefd. In 32 hebben we die bij ons genomen, van vuur. Wij sliepen dan boven. En hey, dat is een grote plek, hey. Ze sliepen niet en ze woonden daar. Maar wij moesten voor hun eten maken. En ik moest voor hun wassen. Ja, dat wel. En als ik getrouwd ben, is mijn man niet zo thuis gekomen. Ja. En dat is goed gegaan. Nooit gedreven gemaakt. Nee. Maar dan hebben we dat huis kunnen vastkrijgen. Hij wordt dan ook ziek. En dan sprak hij van het huis te verkopen. Ja. En zo we dat kunnen kopen toen. Ja. In 34 geloof, ja. Dan hebben we dat gekocht. Ja. Want in 36 is ze niet getrouwd dan. Ja. Want dat was ook met een man, ik heb die al bewonderd, 2 jaar mensen niet, en dan die heeft 2 vreemden niet. En dan moest ik zorgen voor een onkel en tante en de kerk. Ja, daar ging ik kuisen tussenin. Ja. En als mijn tante ziek was, zei ze, oh, een koei of 2, 3, dan moest ik door van melken nog. Ja, ik heb het niet plezant gehad. Van elkaar aan de kleren, ja, dat was van elkaar. En een najas, dan werd die binnenste buiten gedraaid en zo schone. Dus daarom dat je van tijd scheve voeten had. Van iemand die scheve voeten schone gedragen had, kreeg je ook scheve voeten. Hetgeen dat er nog overbleven in de voddenzak, daar maakten ze rapjes van en daar maakten ze poppen van, hè? Of ballen. Of van hun versleten blouse, dat werd op elkaar gerold en dan werd dat lijstje overnight bij zo'n schuinse steek en dat was zo'n speelgoed. 55 ben ik soldaat geworden en dan in 56 ben ik in tin- en suikerfabriek aan werk. 26 frank per uur. Maar dan nadien is dat altijd opgeslagen en we hebben geluk gehad in ons leven. Dan altijd van armoei. En altijd beter en beter geworden. De goede jaren. En ik zeg ook dikwijls, wij zijn de gelukkigste generatie. Moeten werken voor ons kind, voor ons ouders en kunnen werken voor ons kinderen. Welke generatie zal dat nog kunnen? Secretaris van COO. Commissie van Openbaar Onderstand, heb ik dus ervaren dat er veel families waren, vooral ouderen die het zeer moeilijk hadden, talrijke mensen, families met grotere kinderen, dus 4, 5, 6, 7, zelfs 10 sommigen, die hadden hulp nodig en die kwamen dus terecht bij ons. Via de veldwachter, via zelfs de postbode die binnenkwam, via de kantonier die de elektriciteit kwam opmeten. Die mens zag dus ter plaatse waar nood was. En dan kregen die dus hulp onder vorm van kolen, tussenkomst. En op de dagorde stond altijd sociale gevallen. Niet prioritief bedoeld, maar het was dus sociale gevallen. Een soort bestaansminimum. Want je moest eigenlijk binnengaan om te zien wat de noden waren. Sommige mensen waren bedeesd om te zeggen dat zouden we graag hebben of dat zouden we graag hebben. Vroeger waren er meneer pastoor, meneer notaris,
meneer dokter. Nu is dat chef P en Jan. En die mensen, die gingen dus naar de plaatselijke gezinnen, waar er dus veel kinderen waren en waar er jongeren waren, die dus, waarvan ze inzagen dat die dus konden verder studeren. De pastoor is thuis bij mij, bij mijn vader geweest en die heeft gezegd, Louis, je moet Paul laten voorstuderen, je moet Jan laten voorstuderen, je moet Agnes laten voorstuderen. En daarvoor ben ik mijn vader altijd en mijn ouders dankbaar, omdat ik die gelegenheid gehad heb. Alhoewel dat het heel, heel moeilijk was. Studiebeurs, ik denk niet dat die toen al bestond. Kindergeld, ik twijfel eraan. Hoe ze het gedaan hebben, misschien met hulp van andere mensen, van familie, dat ze dan onder andere vormen moesten teruggeven, bijvoorbeeld een varken of zoiets, of een geslacht rund of koe. Dus ze zeggen, jij krijgt dat. Ik kan het echt, het blijft voor mij een raadsel hoe dat die mensen dat gedaan hebben. En ik blijf die mensen altijd dankbaar voor. Ik kan dat nooit niet. En diegenen die dus niet mogen studeren hebben, ik heb er altijd respect voor. En al wat die nu vragen, ik steun die financieel nu, ik durf dat eerlijk te zeggen. Omwille van het feit dat zij dankzij hun hulp dat ik heb kunnen studeren. Of dat mijn zus, dat is zo.